We zijn bezig om eigenlijk een stukje bewustwording ook te creëren samen met Corporatie NL en Quintus. Wat weet nou een woningcorporatie, ook in de breedte? Er zijn een 25-tal vragen, gesloten vragen die wij gaan stellen aan een panel, zeg maar van de 12-tal corporaties. Waarna uiteindelijk zeg maar een 3-tal finalisten bepaald zullen worden die gaan strijden op 7 december voor de slimste corporatie van Nederland. Ik doe mee aan een quiz. Wat voor quiz? Ja, een quiz met veel moeilijke vragen, schat ik in. Ik heb al een paar oefentestjes gedaan, maar dat viel niet mee. Het is wel een klus, denk ik. Het doel is inderdaad om te kijken naar hoe slim de corporaties natuurlijk zijn. Ik ben nogal een bedwetertje. Ja. En in de praktijk, zeker met plankenkoorts, bak ik er niks van. Dus alvast een beetje terughoudendheid. Ja. Toch wel zenuwachtig. Door de hele entourage eromheen en iedereen die mee komt kijken en luisteren. Dus dat, Er wordt dan behoorlijk wat verwacht, ook deze ronde. Dus heel veel succes aan de panelleden, de heren. Het is een scala aan vragen, zowel inhoudelijk, dus we gaan 26 vragen stellen en we hebben een aantal open vragen en die gaan meer zeg maar, over hoe een corporatie tegen een bepaalde ontwikkeling aankijkt. Het antwoord is B, 86%. Het is B. We hebben een Twitter, hè? Daar zijn we wel heel goed in, mijn beste, ja. Het gaat best. Ik denk dat ze beter zijn in de open vragen. Oké. Ik denk het ook. Daar wordt een punt gescoord. Het waren pittige vragen. En dat was ook de reden dat ik in de groep de laatste score had. Ik vond het redelijk tegenvallen. Ik vond het erg moeilijk. Nou, dat viel tegen, zou ik zeggen. Ja, pittig. Omdat er heel veel vragen werden gesteld die niet mijn werk ook betreffen. Nou, weet je, Vestia steekt gewoon zijn nek uit. Omdat wij zijn de grootste corporatie. Je moet gewoon aan dit soort dingen meedoen. Aanmoedigingsprijs. Troostprijs. Dankjewel. Winnen of verliezen. Zet het bedrijfstak. En wat kennis van elkaar hebben. Dat kan helemaal geen kwaad. Je bent toch te veel bezig met de waan van alle dag. En dat je even leert welke aantallen, waar hebben we het over, hoe zit het in elkaar, een beetje historisch perspectief. Daar ben ik wel groot voorstander van. Alleen ja, ons team bestond alleen uit mannen. Misschien heeft dat meegespeeld. We hadden wat vrouwen erbij moeten hebben. Volgend jaar trainingskamp. Ja. Minstens een week met het team. Feiten stampen. De bibliotheek uitpluizen. Dan komen we verder, denk ik. Ja. Want het is toch feitenkennis. Is het. Je zit niet bij de finale, helaas. Volgende keer.